De politie heeft de afgelopen week hardhandig opgetreden tegen lockdown-overtreders. Wie zich na 8 uur 's avonds op straat begeeft, wordt zonder pardon gebracht naar de politieacademie om de nacht door te brengen. Dit optreden is nodig omdat het asociaal gedrag van de burgerij ertoe leidt dat de COVID-19-besmettingen blijven toenemen, zegt commissaris van politie Henry Seedorf in het COVID-19-journaal. In de achtergrond van de toename van de COVID-gevallen hebben we dus die tool die we hebben vanuit het politiehandvest gehanteerd in de afgelopen periode. Namelijk het opbrengen van mensen die zeg maar in het kader van de handhaving van de openbare orde hebben opgebracht tijdens de lockdownuren. Maar ik wil gelijk gebruik maken van dit moment om aan te geven dat wanneer we praten over de COVID-wet, dat we niet per se praten over de lockdown-uren. En als je praat over de gevaren die door de gedragingen van mensen aanwezig zijn, dan praten we juist over de gedragingen die zich overdag manifesteren. Ook tegen de mensen die overdag risicogedragingen vertonen, zal worden opgetreden, zegt Seedorf verder. Wie geen mondkap draagt, geen 2 meter afstand houdt en samenscholt met meer dan 5 personen, zal worden beboet. Ik wil dus stressen dat de handhaving zich met name overdag ook zullen richten, althans de optredens van de politie zullen zich ook richten op gedragingen die te maken hebben met andere aspecten van de COVID-wet. Dus het gaat niet alleen over mensen die na 8 uur op straat zijn. Naar mijn mening en naar de informatie zijn de risicogedragingen voornamelijk overdag waar te nemen. De lockdown is dus niet de enige overtreding binnen het kader van de COVID-wetgeving. Dus mensen die geen mondkap op hebben, mensen die onvoldoende afstand houden, mensen die het samenscholingsverbod overtreden, mensen die gaan feesten met mensen meer dan 5, enzovoort, enzovoort. Dat zijn ook gedragingen die strafbaar gesteld zijn. Commissaris van politie Henry Seedorf over het optreden van de politie tegen burgers die de coronamaatregelen niet serieus nemen.